Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Het is de eerste dinsdag in het nieuwe jaar. En dat betekent traditiegetrouw dat de gemeenteraad bijeenkomt om te luisteren naar de nieuwjaarsrede van de voorzitter van de gemeenteraad. En dat is burgemeester Brok. Ik ga met hem in gesprek om eens te horen hoe hij terugkijkt op 2014 en hoe hij uitziet naar het nieuwe jaar 2015. Meneer Brok, mag ik u namens RTV Dordrecht een ontzettend goed 2015 wensen. Het gaat een bijzonder jaar worden, daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Terugkijkend naar 2014, belangrijkste gebeurtenis toch de gemeenteraadsverkiezingen. Een heleboel nieuwe raadsleden en een nieuw college. Hoe verloopt de samenwerking? Prima. We hebben een uitslag gehad bij de verkiezingen in maart van het afgelopen jaar, waarbij de kiezer in Dordt heeft bepaald dat we een hele grote partij krijgen, hebben gekregen. Ja. En daarnaast hebben we nog 8 relatief kleine partijen. Er zit een groot verschil tussen de eerste en de tweede partij in onze gemeenteraad, 10 zetels. Desalniettemin heeft de politiek ervoor gekozen om hier met 6 wethouders aan het werk te gaan in een breed politiek samengesteld college. Dus de partijen hebben met elkaar afgesproken, ondanks het feit dat eentje heel groot is en de rest toch veel kleiner is, willen we dat met elkaar doen. En ik moet zeggen dat in het college op een hele collegiale manier ook bestuurd wordt. En dat er weinig op basis, of eigenlijk niet, op basis van macht gestuurd wordt. En dat is in een 100.000 plus gemeente wel eens anders in ons land. Daar wordt echt politiek bedreven op een hele harde, confronterende manier. Maar die wijze van politiek bedrijven, die kennen wij in het college gelukkig niet. Regionaal, maar ook lokaal, blijft het zaak dat onderwijs, ondernemers en overheden de ambities en plannen op een goede wijze blijven aanpakken en dat arbeidsmarktbeleid als onderdeel van het economisch beleid integraal wordt aangepakt en opgepakt. Een hoogtepunt in het afgelopen jaar was toch het organiseren van het VNG-congres, Vereniging Nederlandse Gemeentes, in het Energiehuis met name. Heel veel bezoekers. Hoe kijkt u zelf op dat congres terug? Ja, dat is een geweldige periode geweest. Niet alleen de voorbereiding waarin die 6 gemeenten en de regio gezamenlijk ook de regio op de kaart hebben gezet. Maar ook de saamhorigheid tussen de organisaties, de talenten van mensen, van onze medewerkers, van onze ambtenaren, maar ook van het bedrijfsleven in deze regio die getracht hebben de regio voor 3000 bezoekers ook zo goed mogelijk over te laten komen. En die trots die daar ook bij kwam kijken en die passie, ja, dat heeft ons echt als regiobestuur en ook als stadsbestuur heel erg verblijd. We zijn toch wel eens een beetje wat te bescheiden hier. En we hebben de afgelopen jaren gepoogd in de regio en in de stad om die bescheidenheid wat achter ons te laten en de stad en de regio ook wat manifester te verkopen. En dat is nou de afgelopen jaren al een paar keer gelukt, waaronder tijdens dat congres. En een van de mooiste dingen is ook dat het congresgedeelte wat over onze regio zelf ging en over die samenwerking van die 6 gemeenten ook het hoogst gewaardeerd is. En door andere bestuurders in het land daarvan gezegd is van ja, wat jullie doen in de Drechtsteden, dat is echt uniek. Jullie werken op een hele slimme manier met elkaar samen, op een kostenbewuste manier, ten behoeve van de mensen die hier wonen en belasting betalen. En dat verdient navolging. Dus we kijken met heel veel vreugde terug op dat congres, wat ook nog eens een keer heel erg veel goeds heeft betekend voor de economie van onze stad en regio. Want de horeca en alle hotels die hebben daar heel veel voordeel bij mogen ondervinden. Een van de meest belangrijke dingen die toch het afgelopen jaar is gebeurd in het sociale domein, dat al die rijkstaken zijn overgedragen naar de gemeentes. Er is keihard aan gewerkt. Precies door die 2 wethouders die ook nieuw in het college zijn toegetreden. Denkt u dat dit proces goed verlopen is? In Nederland is het zo dat de gemeenten geld krijgen van het Rijk om al hun dingen te doen. En een heel klein deel mogen wij zelf nog ophalen met eigen belastingen. Maar dat is maar eigenlijk een klein percentage. En eigenlijk is het bedrag wat wij van het Rijk krijgen door die grote decentralisaties bijna verdubbeld. Dat betekent dat je enorm veel meer geld krijgt en het Rijk wordt voor minder dingen verantwoordelijk.
De provincies worden ook voor minder dingen verantwoordelijk. En de gemeenten in ons land, 403 gemeenten, krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden erbij. Ik vind dat goed. Want wij hebben in het verleden laten zien als gemeente in Nederland dat we dingen veel sneller, beter en kostenefficiënter kunnen doen dan de Rijksoverheid of de provincie. Dus ik ben blij met die beweging. Daarnaast is het zo dat wij sinds jaar en dag hier met z'n zessen in de Drechtsteden de dingen doen. En daarmee verkleinen we ook de problemen en ook de kwetsbaarheid. Dus door dingen met z'n zessen te doen, vooral ook op dat sociale domein, kunnen we het effectiever, sneller en slimmer met elkaar doen. Onder de controle ook voor een deel van de Drechtraad. Het ziet er goed uit bij ons tot nu toe. Ja. Het is allemaal goed in de stelling gezet en het moet nu ook in de praktijk goed gaan lopen. We krijgen weliswaar wel minder geld van het Rijk om die dingen te doen. Het Rijk en de provincies deden het met meer geld. Dus we moeten proberen de dingen beter te doen voor minder geld. Dat is een hele grote opgave en ook een gedeelde verantwoordelijkheid van heel het college en de gemeenteraad en de Drechtraad op onderdelen. Maar ik heb er echt vertrouwen in dat het in onze regio goed moet kunnen gaan komen. Ja. Een groot deel van het levensgeluk dat mensen ervaren wordt gehaald uit de waardering men krijgt van anderen, door de gezondheid zoals men die beleeft en het welzijn en welvaart in het algemeen. Werk en het perspectief erbij te horen is daarbij van essentieel belang. Ja, een van de belangrijke dingen die in een gemeente gaan veranderen, zeker ook in 2015, is dat er wordt gesproken van een participatiesamenleving. Dat betekent niet alleen dat burgers meer moeten participeren, maar dat natuurlijk ook de lokale overheid dat zelf doet. Hoe kijkt u aan tegen die participatie? Nou, het betekent vooral dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen. Ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Ook voor het verkrijgen van werk. Ook voor het verkrijgen van zorg. Zorgen dat je zelf de boel op orde houdt. En daar ook op aanspreekbaar bent. En in het verleden hebben we in ons land ook vaak veel, misschien te veel, dat mag de politiek bepalen, in een cultuur geleefd waarin mensen op zijn minst dachten dat de overheid het allemaal wel voor jou zou gaan regelen. Nou, dat is al lang niet meer zo. Mensen moeten dat echt zelf doen en zijn ook aanspreekbaar op die dingen. En dat gaat steeds meer komen. Dus als jou, even heel concreet, als jouw ramen gezeemd moeten worden, als je wat ouder bent of als je dat zelf niet meer kunt, dat je eerst kijkt in je omgeving of iemand anders dat kan doen voordat je iemand regelt bij een zorginstelling die dat voor jou gaat doen. Dus mensen moeten meer de regie over hun eigen leven gaan voeren. Geeft de gemeentelijke overheid dan de burger ook de ruimte daarin? Jazeker, dat moet. Het is niet mogelijk om te zeggen van de ene kant dat je er zelf voor verantwoordelijk bent en tegelijkertijd die ruimte niet geeft. Wij proberen dat ook in Dordrecht, die verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar het hoort. En natuurlijk ook in het zoeken met elkaar naar oplossingen, ook een goede interactie te houden met de mensen. Van ja, doen we dat op een goede manier? Hebben jullie daar andere ideeën over? Het is ook niet zo dat de overheid vervolgens bepaalt hoe mensen dat moeten gaan doen. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, dus als er mensen met particuliere initiatieven komen, zeker, Dan wordt daar gewoon ruimhartig naar gekeken. Daar wordt zeer zeker naar gekeken. En ik vind ook dat wij de bereidheid moeten hebben om ook goed niet alleen te luisteren naar wat mensen willen, maar ook vooral proberen te doen wat ze zelf verlangen. In dit tijdvak waarin wij leven lijkt het met regelmaat belangrijker te zeggen wat je vindt dan het vinden wat je zegt. Artikel 1 van de Grondwet blijkt in de dagelijkse praktijk wel eens een holle regel. In uw nieuwjaarrede noemde u de Grondwet, die is precies 200 jaar geleden geschreven in 1815. Artikel 1, een hele belangrijk artikel. Kunt u die nog eens citeren? En wat betekent dat artikel voor u? In artikel 1 van onze grondwet staat al sinds 1815 dat allen die zich in Nederland bevinden onder dezelfde omstandigheden gewoon gelijk behandeld moeten worden. En dat is eigenlijk een ankerpunt van de Nederlandse rechtsstaat zoals wij die hebben. Dus je mag geen onderscheid maken naar ras, geloof of seksuele geaardheid. Iedereen is gelijkwaardig in dit land. In mijn beleving is het ook niet belangrijk in dit land waar je vandaan komt. Het is heel erg belangrijk waar je naartoe wilt met je leven. Waar je zelf kansen ziet. Hoe je zelf je leven wilt vormgeven. Hoe je je geluk tegemoet wilt gaan treden.
Daar ben je ook zelf op aanspreekbaar, maar daar ben je ook zelf bij aan zet. En daar mag je geen onderscheid maken tussen mensen. En onze Nederlandse natie is ooit begonnen op 19 juli eigenlijk, 1572 in Dordrecht. En ik heb in mijn nieuwjaarstoespraak een verwijzing gemaakt naar de oudjaarsrede van prins Willem van Oranje in 1564. Waarin hij ook een pleidooi hield voor gewetensvrijheid en de vrijheid van godsdienst. En juist in de stad waar die basis gelegd is en ook die discussie bepleit is, is het goed dat je voor artikel 1 van de grondwet aandacht blijft houden. Want mijn stelling is, en niet alleen mijn gevoel, dat lang niet iedereen een automatisme van respect heeft voor de ander. En je kunt in een samenleving, in een land, in een gemeenschap, in een gemeente, op een eiland, in de drechtsteden, alleen maar met elkaar leven op een goede manier als je ook wilt verbinden met elkaar en ook ziet dat de ander anders mag zijn, anders mag denken en anders zijn dingen mag voelen en mag uiten. Op 27 april hoopt Zijne Majesteit de Koning zijn verjaardag in onze stad te mogen vieren. In de stad waar op 19 juli 1572 de eerste aanzet werd gegeven voor het Nederland zoals wij dat nu kennen en waar formeel de vrijheid van godsdienst werd erkend. Ook 200 jaar geleden hebben we een koningshuis gekregen en nu de jongste telg, Willem-Alexander, is nu onze koning. En die heeft zijn verjaardag gekozen om die hier in Dordrecht te vieren. Dat moet een geweldige happening zijn. Hoe staat het op dit moment met de organisatie? Nou, het vraagt ook heel veel van al die vrijwilligers en het Oranje Comité en al die bedrijven die opnieuw in de regio hun medewerking gaan geven. Maar vooral ook al die Oranje Comité's in de regio. En niet alleen van de gemeente. We doen dat met elkaar. Hè. Dat is ook echt onze insteek. Het gaat goed. Ik mag over het programma nog niet zeggen. Maar we werken heel hard aan verschillende programmaonderdelen. Ik heb vanmiddag bij mijn toespraak in ieder geval geuit, bij mijn nieuwjaarstoespraak, dat ik hoop dat die basis voor het Nederland, zoals we dat kennen sinds 19 juli 1572, hier in het Hof begonnen, waarin die waarde ook van vrijheid van godsdienst en vrijheid van gewetensvrijheid, die gewetensvrijheid, dat dat ook op zo'n dag een belangrijke rol mag krijgen. Dat je ook met elkaar mag vieren dat het goed is om in zo'n prachtig land te wonen. In zo'n mooie stad ook nog, waar het zo goed gaat. En dat je dat allemaal met elkaar doet, met 118.000 mensen en met 265.000 mensen in de drechtsteden, met heel veel verschillende nationaliteiten, mensen die van een verschillende oorsprong zijn. En dat je op een goede manier naast elkaar en met elkaar samenleving wilt zijn. En ik hoop dat we op 27 april die oude waarden van toen, van ruim 400 jaar geleden, dat we die opnieuw ook mogen etaleren aan de rest van het land. Dat het ook waarden zijn om voor te blijven vechten. Dat betekent dus dat 2015 een enorm glansrijk jaar gaat worden. Ja, dat hoop ik. En u begon dit interview met mij alle goeds te wensen voor dit jaar. En ik wens u en uw medewerkers, maar vooral ook uw kijkers, ook een heel zalig nieuwjaar toe. Dank u wel. Graag gedaan.